Vera van het Albeda College deed vorig jaar mee aan Skills the Finals als pedagogisch medewerker en werd vijfde. In haar vrije tijd bouwt ze een tiny house. Vera deelt haar skills ervaringen met Bob. Hij doet mee als mediavormgever. Bob zit op het Da Vinci College en in zijn vrije tijd houdt hij van gitaarspelen en vinyl verzamelen. En waarom heb jij gekozen voor pedagogisch medewerker? Ik heb voor dit beroep gekozen omdat ik heel erg de kinderen onwijs leuk vind. En ik kom ook uit een groot gezin. Dus ik heb veel broertjes en zusjes onder me. Waardoor ik ook daardoor echt wel mijn passie voor kinderen heb gevonden. Waarom heb je gekozen voor mediavormgeving? Omdat ik altijd creatief bezig was met tekenen en schilderen. Dus mij leek het heel leuk om gewoon iets creatiefs te doen als beroep. Hoe was het toen je aankwam bij de finale? Het was echt gigantisch. Je zag al ongelooflijk veel plekken waar superveel beroepen waren. En dat is echt bizar om te zien. Echt zo'n gave sfeer en ja, echt heel erg leuk. Dat klinkt wel heel leuk, ja. Ja, dat is echt heel leuk. Wat heb je ervan geleerd? Ik heb vooral heel veel zekerheid gekregen over mezelf en over mijn eigen kunnen. En ik heb echt heel veel meer verdieping gehad in mijn eigen vak. En dat is ja, super gaaf. Hoe was het toen je weer terugging naar school? Toen ik aankwam op school was de hele begaande grond versierd voor mij met slingers en posters. Met foto's van mij, van skills. Werd verwelkomd door mijn docenten en leerlingen die allemaal super trots op me waren. En dat was echt heel erg gaaf. Hoe gebruik je je skillservaring? Door deze skillservaring zijn er nu steeds meer mogelijkheden voor mij. Ik mag gastlessen geven op school. Ik heb zelfs skills gebruikt voor mijn examen. En kan je toch aangeven van, joh, ik was vijfde van Nederland en dat is wel heel gaaf. Heb je nog tips voor mij? Ik denk dat ik meer had moeten oefenen op de tijdsdruk. Ik vond dat uiteindelijk lastiger dan ik dacht. En ja, je mag al alles meemaken. En ja, het is super vet om gewoon te genieten. En podiumplek is heel erg leuk, maar meedoen is veel leuker. Wil je ook andere deelnemers volgen in hun voorbereiding?